In verband met het Chinees nieuwjaar, welke dit jaar staat in het teken van de hond, heeft de Chinese vereniging Fa Chou Song Fui een gezamenlijke nieuwjaarslunch gehouden. De voorzitter van de Chinese vereniging heeft in zijn toespraak heeft hij aangegeven dat hij graag zou willen zien dat er meer maatregelen zullen worden getroffen tegen de criminaliteit, waaronder ook preventie en zwaardere straffen. Om het veiligheidsgevoel van de burger terug te brengen. En dat is heel erg belangrijk voor de ondernemers. En dat is een wens die we richting de regering hebben gedeponeerd. We zijn de president Boudersche dankbaar voor zijn beslissing om het Chinees nieuwjaar een nationale feestdag te maken. Ik wil ook de president Boudersche bedanken voor zijn aanwezigheid. Ondanks een zeer druk programma. Nou, de karakteristieken van de hond staan voor moed, die staan voor loyaliteit en het staat voor waakzaamheid. En dan zeg ik, laten we waakzaam blijven, laten we loyaal zijn aan elkaar, laten we vertrouwen hebben in elkaar en laten we samen eraan werken. Ze werken hard, schouder aan schouder met andere NS-groepen om Suriname, hun Duitsland, mooier en moderner te maken. Dit jaar is een jaar van de hond. De hond is intelligent, trouw, toegewijd, moedig, krachtig en hardwerking. Laten we met de wijsheid, moed en toewijding hard werken voor een beter leven in het jaar van de hond. Chinese vieren jaarlijks het Chinese nieuwjaar met elkaar, met het gezin, met vrienden. En dat is wat we nu hier doen. Vanavond gaan we door bij een gezamenlijke viering bij de Kamer van Koophandel. En het is een familiefeest. In China wordt het 5-6 dagen lang gevierd met familie en vrienden. Wij doen dat één dag, want het is een nationale feestdag voor ons. President Desiree Delano Boutersche, die te gast was bij deze lunch, wensen in het bijzonder de Chinese gemeenschap een gelukkig, voorspoedig en gezond nieuwjaar toe. Laten we aangeven dat bij het afsluiten van een jaar en het openen van een nieuw jaar, we het moment hebben om terug te blikken hoe we het hebben gedaan in het afgelopen jaar. En dat wij een moment hebben waar we ons kunnen voornemen om het beter te doen dan het afgelopen jaar. Om zaken die niet helemaal correct waren, correcter te maken. En met het nieuwjaar in vooruitzicht dat we hoop kunnen geven aan een beter jaar dan het vorig jaar. Dus meneer Afa, op dat stuk van veiligheid, inderdaad, gaan we het proberen nog beter te doen. Meneer de ambassadeur, u zei dat het is algemeen bekend, het jaar van de hond. De karakteristieken zijn trouw, loyaliteit, integer, moedig. Laten we deze karakters van de hond meenemen met elkaar bij de zaken die we samen willen gaan doen. We hebben een grote job te doen en laten we de voormannen en voorvrouwen van dit land samen ondersteunen met de vrienden van Suriname. Laten wij deze karakters meenemen bij het volvoeren van onze plicht, namelijk ons Surinaams volk te brengen naar grotere hoogte. Ik wens u een heel gelukkig nieuwjaar toe. Ik wens u heel veel voorspoed, gezondheid en voor u en de uwen heel veel rijkdom erbij. Dank u. Nu ik deze man zie, ben ik een belangrijk deel vergeten.
aan de Evo-Tagasnees gemeenschap. Want Amaf Assemblee, maar ze weer niet in. Zodra ik hem zie, voorzitter, Oteo Saka, apres, gide illegaal manjazo, wat trust mij met misbruik vindt. Dan kijk ik naar hem en denk ik van, ergens, ja, Letty. Maar dan kijk ik de andere kant uit, dan kijk ik naar minister van Financiën. Hij maakt een voorzitter wenkbrauw. Dan denk ik, maar hoe ga ik beide mensen tevreden stellen? Wees u namens Hoge van Verrassingen. Meneer Tsang, ik weet u heel veel en AFA en de vereniging vecht voor een betere toekomst voor onze Chinese broeders en zusters hier in Suriname. We gaan het tussenweg zoeken. Er hebben mensen aan 3000 betaald. Vanaf 5000, ik klaag het toe door 3000. Je bent een echte Chinese onderhandelaar. Maar we gaan dus voor nog maart, april, mei naar 2000. Daarna gaan we weer naar 3000. Hey, ze gaan plotten. We gaan dus, wat de vereniging heeft gevraagd, gaan we de mensen tegemoet komen. En natuurlijk, zij die te laat zijn, gaan moeten aansluiten bij de mensen die al betaald hebben. Dat betekent ook een aantal.